Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains, waarin we hierbij praten over de ontwikkeling op het gebied van digital marketing, aflevering 13. En ben je benieuwd waar we het in de eerdere afleveringen over gehad hebben? Of wil je toekomstige afleveringen niet missen? Abonneer je dan op deze podcast in je podcast app of via SoundCloud. Zo blijf je in ieder geval op de hoogte en kun je ook terugkijken naar en terugluisteren naar eerdere afleveringen. Naast mij mijn vaste podcast buddy Niels Hobert. Goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat-ie? Ja, goed. Ja? Ja. Gaat lekker? Lekker weer, voel ik me ook altijd lekker. Doet je altijd goed, hè? Lekker buiten zijn. En, ja. Heb je een beetje tijd voor om naar buiten te gaan? Mwah. Mijn tweede kindje nu ben je druk en als je een beetje rustiger wordt, dan is het al donker, dus valt tegen. Ik was vorig seizoen druk bezig met, vorige zomer druk bezig met een overkapping, die staat helemaal. Ja, nee, die is perfect. Dan ga je van genieten deze zomer. Ja, zeker. Okay. Hey, heb je al gecheckt of jouw data van Facebook gedeeld is met Ook dat heb ik gedaan. Cambridge Analytica, Nog niet zozeer omdat ik dan heel bang ervoor ben wat er daarmee gebeurt, maar was niet misbruikt, niet gevonden. Je hebt die app niet gemaakt of gebruikt en daardoor zit ik... Heb je nog gekeken of je e-mailadres gehackt was? Was ook afgelopen periode niet nagekeken. Ga ik ook niet vanuit. Anders misschien wel leuk om even te checken. Ik zat er drie keer tussen, hoor. Ja. Maar het is ook waardevoller om jou te hacken dan mij, denk ik. Ja, misschien, dit was al oude informatie, ik had het al een keer aangepast. Maar het is wel goed om even na te kijken. Ja, dat ga ik doen. Zullen we het linkje ook even in de show notes zetten, hoe dat, waar je dat kon doen. En normaal zit hij achter de knoppen, maar vanavond achter de microfoon. Wouter Nieuwert, Senior Advertising en Analytics Consultant bij Adwise. Goedenavond. Goedenavond, leuk dat jij een keer bij de microfoon zit. Ja. We gaan het over veel onderwerpen hebben die ook te maken hebben met jouw vakgebied. Google, advertising. Dus volgens mij kun je daar mooi over mee praten. Ja, dat hoop ik al. Is jou nog iets opgevallen afgelopen maand? Ik denk iedereen die een beetje in ons vakgebied zit, van dat hij helemaal is doodgegooid met het lek van Cambridge Analytica en Facebook. Wat mij er eigenlijk in op is gevallen is dat er heel veel wordt geroepen. Maar volgens mij verandert er tot nu toe niet zo heel erg veel. Op een Facebook-event van Arjen Lubach na. Ik had nog even gekeken naar... Facebook-event, Ik had nog even gekeken naar mijn vriendjes. En er zijn er een heleboel die geïnteresseerd zijn. En wel drie die hebben aangegeven dat ze daadwerkelijk gaan. Ja, dat is ook het dilemma, hè? Mensen gaan niet omdat ze... Ja, of je gaat met z'n allen, inderdaad vrienden die met elkaar zeggen... we gaan in één keer naar alle platform. Maar ja... Je wilt blijven, want de rest is er ook nog. Dat is natuurlijk het hele spanningsveld. Ja. Wat ga je zelf doen? Wat ga je zelf doen, Wouter? Inderdaad. Ja. Ik heb niet heel veel keus wat dat betreft. Want anders kan ik niet meer adverteren voor mijn klanten. Nee. Je zit er sowieso vast. Dat is niet zo handig. Je houdt het allemaal in stand eigenlijk, ja. Maar ik denk dat los van het platform Facebook gebruiken... zijn heel veel mensen ook nog afhankelijk van Facebook... om in te loggen in webshops, in andere platforms... waar ze die zich gekoppeld hebben met Facebook... Ik hoorde vandaag nog iemand die zei... ik kon ineens niet meer in Spotify... want ik heb mijn Facebook opgezegd. Ja. En op het moment dat ik Spotify weer activeer... is mijn Facebook automatisch ook weer actief. Ja. Dus dat houdt zichzelf ook een beetje in stand. En ik gebruik heel vaak login met Facebook... bij apps en bij van alles en nog wat. Ik denk dat heel veel mensen nu... Ja, lekker makkelijk. Ja. Heel veel mensen denken nu waarschijnlijk... verdorie, daar had ik nog niet niet weer stilgestaan. Ja. Maar goed, wat denk je, Niels, dat bye-bye, ik zit te kijken op Facebook. Er gaan 288.000 mensen hebben zich. 289.000 mensen hebben daar nu iets van zijn geïnteresseerd. En het doel is dat op woensdagavond om 8 uur iedereen dan ook daadwerkelijk een Facebook-account op zal hebben. Wat verwacht je? Een storm in een glas water. Ja. Leuke campagne van Arjan Lubach. Ja, en dat doet hij wel weer goed. Maar ik geloof niet dat... ik in ieder geval niet even zoveel mensen dat gaan doen. Nee, ik zag nog even net een bericht voorbij komen... dat de video ook daadwerkelijk wereldwijd gegaan is. De New York Times plaatste onder andere het bericht... en ook Reuters heeft het overgenomen. Maar heel eerlijk gezegd... 300.000 mensen, Nederlanders... daar maakt Facebook toch niet druk om, Wouter. Als het echt zo zou zijn überhaupt, maar... Ja, inderdaad. Ik denk dat het nog maar de vraag is of echt alle 300.000 zullen gaan. En dan nog, ten opzichte van de miljoenen gebruikers, dan gaat het nog steeds om procenten. Ja, niks. Niels, wat is jou nog opgevallen afgelopen maand? Niet direct een innovatie of iets heel nieuws, maar ik... wij waren als AdWise aanwezig op de Dutch Search Award Masterclasses... En ik hoorde over de beste Bing-campagne en dat vond ik heel gaaf. Bing, zoekmachine Bing? Ja.
klein marktaandeel natuurlijk maar. Maar ik dacht eerst zelf, hoe maak je nou een goede campagne in? De juiste zoekterm, dat is allemaal niet zo spannend. Maar toen hoorde ik deze case, dacht ik, ja, dat is echt creatief gevonden. Wat ze hadden gedaan is, de Staatsloterij, die had gebruik gemaakt eigenlijk van wat Microsoft gebruikers automatisch geeft. Hè? Dat is screensaver met hele mooie achtergronden. Ja. Mooie plek op de wereld, droomplekken, om maar zo te noemen. En daar staan altijd linkjes bij in of touchpoints waar je op kunt klikken. En als je daarop klikt, kom je op het resultaat in Bing van die plek. Dus dat zijn dan plaatsnamen of locaties op de wereld of noem maar op. En Staatsloterij had daarop geadverteerd. Ze hebben eerst gezocht in Google. Daar was bijna geen zoekvolume in Google. Laag concurrentie natuurlijk, ja. En toen in Bing werd er heel veel op gezocht, automatisch natuurlijk. En ze hadden ook leuk op ingespeeld met een advertentie. Als droom je ook van een vakantie op deze plek, vanaf 10 euro per maand maak je al kans. En, creatief. Ik geloof dat er ook nog conversie uitkwam, maar ik vond alleen het idee vond ik al gewoon heel creatief. Vond ik echt leuk. Ja, een mooi haakje gevonden. Ja. Met relatief weinig budget kun je toch iets doen met veel impact en opvallendheid. Dat vond ik wel gaaf. Mooi. En wat mij nog opviel was een case, of eigenlijk een dossier van NRC. De Formule heet het. Twee tech-redacteuren hebben daar lange tijd aan gewerkt. Maar die hebben een heel dossier gebouwd over hoe algoritmes ons dagelijks leven bepalen. Want dat weten we, het wordt natuurlijk beïnvloed ons dagelijks leven. Het lijken, of het zijn wiskundige formules, maar vaak wordt het wel ook gevoed door mensen. Heel veel data, maar ook in basis door mensen. En hoe werkt het dan in ons dagelijks leven? We weten het misschien helemaal niet meer. Ze hebben er vier thema's. Vervoer, media, shoppen, fraude. En bijvoorbeeld onderwerpen als hoe omzeilt TomTom de files? Hoe weet Netflix welke serie je wilt zien? Hoe weet Bol.com wat je wilt kopen? Hoe kan de zelfscankassa weten? Hoe bepaalt de zelfscankassa welke klanten gecontroleerd worden? Al dat soort informatie. Waar je gewoon dieper op in kunt lezen over hoe de tech en met name de algoritmes ons leven beïnvloeden. Ik echt de moeite waard om even doorheen te Lijkt me, ja. Ik kijk nu toevallig even op die pagina's, maar het zijn ook leuke titels. Hè? Dus je wil hoe booking.com je snel verleidt tot het boeken van een hotelkamer. Denk, ja, dat wil ik wel weten. Dat wil ik weten, ja. Verleidingsprincipes. En iedereen weet dat er gebeurt en toch trapt ook iedereen erin. Ja, Mark Heijink en Eva de Valk van de NRC hebben dit tot stand gebracht. Nou, geweldig werk en mooi om te lezen. Dus we gaan het ook in de show notes van deze aflevering plaatsen. Dan gaan we naar het nieuws wat tot ons is gekomen. En dat is deze keer veel van Google. Niet alleen dat jij er zit, Wouter, maar ook gewoon dat vooral veel podcasts ging over Facebook. Maar nu zijn het ontwikkelingen bij Google. Onder andere de Mobile First Index die Google uitrolt. Dat zat er al heel lang aan te komen, maar het is er nu. Daadwerkelijk merken we de effecten ervan. Ja. Vooral geloof ik, want Wouter, jij houdt je echt bezig met advertising. Vooral een grote invloed op organic. Hè, vooral de SEO-collega's hier worden daar enthousiast van. Ja, ja. Want Niels, de mobile first, hoe belangrijk is dat, de index? Ik denk dat heel veel impact gaat hebben. Ik zie het nog niet heel erg. Maar ja, goed, tuurlijk heeft dat heel veel impact. Maar ik vind het wel een logische stap. Ja, maar websites met een goede mobiele gebruikservaring, die worden hoger op sommige zoektermen getoond dan wanneer je dus dat niet hebt. Mobile first, hè, dus je desktop is ondergeschikt aan je mobile website. En ik weet niet of ze het ook nog brancheafhankelijk uitrollen, weten jullie dat? Dat is mij niet. Want ik geloof in sommige branches dat het veel, de aandeel mobile natuurlijk veel hoger dan desktop. Ja, het zal dan waarschijnlijk niet echt branche gerelateerd zijn, maar wel queries, soorten queries. Wat mij betreft een goede ontwikkeling. Vergt ook weer, legt ook een beetje de nadruk van marketingbureaus zoals wij om mobiele websites te optimaliseren, om daar ook echt focus op te hebben, mobile first te ontwikkelen. Ja. En ik denk dat het zeker veel impact heeft. Ja, en belangrijk ook om als je bezig bent met SEO, dat je ook goed checkt wat de impact is van deze update voor jouw website. Ja. En ook wat je zelf kunt doen om dat te beïnvloeden. Om daar, maar een goede mobiele pagina, website is in ieder geval cruciaal. Ja, wat dat betreft, Tom de Haas ook nog wel leuke dingen over kunnen zeggen, denk ik. Maar vanuit zijn UX. Waar ik heel veel over nadenk en waar we nu cases voor doen in ons team hier, is welke conversie moet je nou gebruiken op mobiel? Hè? Want waar je eerder van een responsive website koos, hè, dan deed je precies hetzelfde. Terwijl de boeking of het daadwerkelijk aanschaffen met alle velden die je daarvoor vraagt, dat op mobiel een stuk minder makkelijk gaat. Mm-hmm. Dus misschien moet je wel andere conversies gaan bieden. Ja. En om daarover na te denken en testcases voor te maken, dat sluit natuurlijk perfect aan bij die mobile first index. En dat is leuk. Ja. Om nou ook als je ook ziet dat het werkt.
Ja, ik ben benieuwd. Wat, heb je nogal al klanten waar dit... Waar we meer op inspelen nu. Ja. Maar nog geen effecten, nee. Andere ontwikkeling is dat Google werkt met een test op dit moment met een load more functie. En ik dacht in eerste instantie dat het was load more onderaan de pagina. Dat je volgens mij niet naar meerdere pagina's gaat. Maar volgens mij gaat het op een zoekresultaat. En dat je daar ook kunt zeggen, ik wil meer van deze resultaten zien. Van dezelfde site. Ja, vraag me. Zit ik even over te twijfelen hoor. Search, you can click the more results buttons. Ja, om aanvullende zoekresultaten te vinden op basis van dat ene resultaat. Dus dan zit dat ene resultaat dichtbij. En dan kun je verder gaan zoeken. Ik kijk even naar jou, Wouter. Want volgens mij voorkomt Google hier een beetje mee dat je enerzijds onderaan de pagina komt waar advertenties staan. En ook dat je naar een pagina 2 gaat, omdat je binnen een zoekresultaat verder kunt zoeken. Ja, ja, aan de andere kant kunnen ze dan wel enigszins sturen. Als ik het goed begrijp, krijg je dan een soort klik door naar dit onderwerp wat ermee te maken heeft? Ja, als je een resultaat hebt, krijg je een button more results en dan kun je daarop doorklikken. Ik heb hem vandaag ook even voorbij zien komen in een test. Ik heb hem niet gezien, maar als ik hier zie, een voorbeeldje van iemand op Twitter die wel zegt onderaan de pagina. Onderaan de... Ja, in plaats van de paginering gaan ze... Oké, dat leek mij ook meest logisch ook hoor, dat je dus dat gewoon door blijft laden. Maar goed, dan kom je niet bij een pagina 2 voor AdWords uit. Ja, maar hij zal dan ongetwijfeld wel meer advertenties gaan laden. Dat lijkt mij niet... Lijkt me niet dat Google in ieder geval iets doet waardoor ze minder inkomsten gaan krijgen. Nee, maar deze techniek zit toch ook al in shopping? Ja, in shopping heb je inderdaad wel van dat je er doorheen kunt scrollen. Maar ook op mobiel, dat je op pagina 2, zeg maar, is ook gewoon latief. De onder komen weer advertenties tussen. Dus ik denk dat weer die tijdlijn of die resultaten gaan samenstellen. Ja, ik kan me juist voorstellen dat ze proberen op die manier toch meer... nuttige impressies uit advertenties te krijgen van de advertenties die anders op pagina 2 zouden belanden. En ja, dus wat dat betreft redelijk bekend dat als je op pagina 2 staat, van dat het dat je dan niet gevonden wordt. Mm-hmm. Het gaat voor nu, wordt vooral gezegd dat het om mobiele resultaten gaat. Dat is ook logisch, hè? Mobiele resultaten, blijf je door scrollen, wil je niet klikken. Ja. Maar Google test continu natuurlijk. Dat weet jij, Google is continu aan het testen, hè, met hoe een pagina eruit ziet, hoe een index eruit ziet. Ja. Hoeveel impact hebben dit soort aanpassingen? Of zijn het echt minimale verschillen, althans in ieder geval waar de meeste merken mee te maken krijgen? Nou, als het wijzigingen zijn waarbij ze zelf al een redelijk grote impact verwachten, dan wordt het eerst ook op heel kleine schaal getest. Mm-hmm. Ze testen heel veel, ook heel veel dingen tegelijk. Ja. En ze hebben natuurlijk voldoende data om eerst uitvoerig na te gaan wat op grote schaal precies de gevolgen zijn. Ja. Je schrikt niet van dit soort aanpassingen? Er worden wel vaker ballonnetjes opgelaten. Ja. Maar volgens mij is het gewoon een usability verbetering. Als je die paginering hebt en je moet klikken op pagina 2, dit gaat makkelijker. Dus ik denk dat mensen hiermee juist meer zoekresultaten zien. En dat het uiteindelijk ook een beetje machine learning informatie voor Google is. Welke resultaten nou echt de beste zijn. Hè? Ja, en dat je makkelijk... Je hebt niet meer door dat je naar pagina 2 gaat. Ja, je blijft gewoon iets makkelijker doorscrollen. Je hebt inderdaad gelijk, Niels. Ik zit nog eens te checken. Maar het gaat inderdaad om dat je onderaan de pagina... dat hij gewoon nieuwe resultaten blijft laden. Ja, dan zie ik absoluut wel de kans voor Google erin van dat je heel makkelijk door blijft scrollen. Een beetje hetzelfde effect als wat je nu ook op Facebook hebt. Je blijft maar door scrollen, omdat er de hele tijd weer nieuwe dingen onderaan komen die je ook nog graag wil zien. En zeker wil weten dat er niet iets staat wat ook nog nuttig is. Wat jouw resultaat heel erg aansluit bij je zoekopdracht. En daardoor... Ja, maar sluit ook wel een beetje aan bij de trend die je ziet, dat er steeds meer longtail gezocht wordt. Hè? Langere zoekopdrachten, steeds meer op vragen wordt gezocht. En er zijn er meer websites die antwoord geven. Mm-hmm. Op die shorttail woorden zou dit niet veel gebeuren, denk ik. Maar juist op die longtail woorden en informatiegerichte zoekopdrachten. Ja. Oké, nou, we gaan het afwachten. Het is een test, dus we moeten maar zien of het gebruikt gaat worden. Ja, maar ik ben wel benieuwd hoe ze dan de advertenties daarin integreren. Ja. Want ik denk dat misschien wel op een wat natuurlijkere manier in de organische resultaten verwerkt wordt. Zodat je misschien ook minder snel door hebt dat je op een advertentie klikt. Zou zomaar kunnen. Beetje à la shopping op mobile. Ja. Dat verwerkt wordt. Ja. En nog een laatste update van Google. Nou, één laatste update eigenlijk. Dat is de AdWords interface. De nieuwe interface komt eraan. Hij was al een beetje in beta. Want jij zei toen we het hier vanavond over hadden, zei van nou ja, nieuw. Wij gebruiken al maanden. Ja,
Ja, de nieuwe bedoel je ook mee die wij... sorry. Jij hebt zelf, ik had het bericht niet gelezen, maar ik dacht dat er weer wat nieuws kwam. Ja, maar deze is toch nu al beschikbaar voor iedereen, of nog niet? Nou, als we het bericht begrijpen, wordt het nog steeds uitgerold. Ja. Maar ja, voor ons is het voor alle onze accounts die onder ons klantcentrum vallen al wel beschikbaar. Standaard al, toch? Als je een nieuwe account maakt. Ja, dan valt het ook onder ons klantcentrum. Ja. Dus heeft hij de nieuwe interface beschikbaar. Dus ja, voor ons niet echt nieuws meer. Nee, maar werk je er al? Ik betrap mezelf op dat ik heel vaak gewoon naar de oude interface ga. Ja, ik ga. En zometeen moeten we waarschijnlijk echt toe naar die nieuwe interface. Hoe is dat voor jou, Wouter? Ja, ik probeer wel zoveel mogelijk de nieuwe interface te gebruiken. Ook om er zo snel mogelijk aan gewend te raken. Ja. Ik weet van een paar andere collega's van dat die iets terughoudender zijn. Dat die toch nog wel vaak terugklikken naar... want je kunt nog terugschakelen naar de oude interface. Mm-hmm. Gewoon omdat ze daar nog zoveel aan gewend zijn dat bepaalde taken sneller gaan. Maar functioneel zit er ook nog wel verschil in, toch? Ja, er zit echt wel verschil in. En meer intelligentie zit er ook in een nieuwe interface. Nee, maar ook nu nog in opties die je hebt, toch? Oud versus nieuw of andersom? Het begint wel steeds meer. In ieder geval van dat de functies die de oude interface had, dat er steeds meer ook in de nieuwe interface beschikbaar zijn. En er zijn inmiddels ook al een aantal features die alleen een nieuwe interface heeft. Hm. En die ze niet in de oude interface ook nog toe gaan voegen. Maar ja, er zijn nog steeds wel een paar kleine verschillen. Oké. Okay. Ja. Maar ja, ze komen dicht bij elkaar en het is gewoon een kwestie van wennen, hè? Ja, echt wennen. De meeste aanpassingen die ik vanuit mijn rol in AdWords doe, dat zijn echt wel hele oppervlakkige dingetjes. Dus ik klik altijd nog terug naar de oude interface. Ja. Is er iets bekend over wanneer dat niet meer beschikbaar is? Een einddatum heb ik niet gezien. Nee, maar in ieder geval de eerste helft van 2018 wordt die nieuwe interface voor iedereen beschikbaar. En er is heel veel frustratie, staat ook in het artikel, over de nieuwe interface. En heel veel, waar vind je dit, waar vind je dat? Ja, toch gaan ze door. Ja. Ja, wat Google zelf dan volgens mij graag wil, is dat er nu ook een aardige zoekfunctie ingebouwd zit. Dat je gebruik kunt maken van shortkeys. Mm-hmm. Dat je op die manier ook veel sneller tussen bepaalde functies heen en weer kunt switchen. En vooral met die zoekfunctie, dat als je iets kwijt bent, dat je op die manier er nog terecht kunt komen. Ja. Ik heb het een paar keer geprobeerd en toen leverde het niet het resultaat op wat ik zocht. Maar ja, okay. Dat was dan net jammer, denk ik. Nou, we gaan afwachten. Het gaat eraan komen. We kunnen er niet omheen. Dus wat dat betreft moeten we daar gewoon in meegaan. En iets, een bericht wat we getipt kregen. En het zegt mij in ieder geval niks, maar jou vast meer. Retargeting met YouTube-ads. Retargeting, maar volgens mij op basis van een zoekquery. Ja. Beetje à la display select keywords in het begin. Ja. Display select keywords. Ik weet het niet. Vertel. Hoe gaat het? Hoe werkt dat? Ja, dat is aan jou, Wout, hè? Ja, het idee is van dat als een gebruiker ergens op zoekt. Nou, die zoekt bijvoorbeeld een vakantie naar Zuid-Frankrijk. En dat hij dan later naar YouTube gaat om filmpjes te kijken. En dat je dan die informatie kunt gebruiken om bijvoorbeeld reclame te maken voor jouw vakantiehuisje in Zuid-Frankrijk. Los van het wel of niet bezoeken van jouw website, hè? Ja. Ja. Okay. Ja. Maar dan moet je weer in dezelfde sessie eigenlijk naar YouTube gaan bijvoorbeeld dan? Of van het zoeken naar... Volgens mij heeft het niet per se met sessie te maken. Dat je op basis van je zoekopdrachten op een bepaalde gebruikerslijst komt te staan. Ja. Die je dan kunt targeten. Super interessant. Oké, maar dat is nog gaver dan hoe wij dachten dat display select keywords zou werken. Ja, en daar was het toch zo, en hoe heet dat nu ook alweer? Content targeting noemen ze het nu. Maar in ieder geval dat je googelt op een term en jij als adverteerder wil daar wel staan, maar iemand klikt op bijvoorbeeld een forum in dezelfde resultaten, dan kun je zorgen dat je met je banner daar staat. Hè? In dezelfde sessie, in dezelfde, vanuit diezelfde zoekquery, toch? Ja, er zijn volgens mij een aantal misverstanden in de markt over wat display select keywords, en dat is eigenlijk een verouderde term, vroeger deed. We hebben daar een hele mild discussie over gehad met een contactpersoon van Google. En die beweerde van dat wij als Nederlandse bureaus, want we waren niet de enige die er zo over dachten, het dan allemaal ooit verkeerd begrepen hebben. Mm-hmm. Want wij dachten inderdaad altijd van dat display select keywords ervan uitging dat je kon targeten op basis van de zoekopdrachten, ja. Inderdaad, die mensen eerder hadden ingevoerd. Ja. Volgens Google dat was niet bleek zo. Dat later niet zo te zijn. Nee, maar dat lijkt me YouTube waarschijnlijk wel meer die kant ja. te gaan. Ja, zo leggen ze het wel nu uit. Hè? Ja, dat is wel het gaaf. Ja, en nu leggen ze het zelf ook echt zo uit. Ja.
Ja. En waarom moet je dit doen als merk? Of wanneer moet je dit vooral doen? Ja, je kunt verschillende cases bedenken. Ja, hij noemde het eigenlijk, heel mooi, toch? Ja. Een reis naar Zuid-Frankrijk. Waarom zou je als reisbureau of als aanbieder of als vakantiehuisverkoper daar niet willen staan? Ja, als je zoekt op vakantie Frankrijk of vakantiehuisje Frankrijk. Een beeld zegt meer dan een woord en een video zegt nog meer dan een beeld. Ja. Ja. Dan, jij zegt, waarom niet? Eigenlijk is het wel iets wat ieder merk wel serieus moet overwegen. Ik zie het wat dat betreft zo. Heel veel bedrijven hebben een searchcampagne. En hebben daarnaast ook wel videocontent, maar op YouTube kun je niet echt adverteren op zoekopdrachten. Je kunt niet echt op YouTube adverteren op het moment van dat iemand zelf actief op zoek is gegaan. Nee. En ik denk dat ze op deze manier dat gat een beetje proberen te dichten. En YouTube is heel erg geschikt voor branding, doelgroepen te bereiken op basis van allerlei interesses, maar niet echt op basis van dat die gebruiker zelf actie heeft ondernomen om ergens naar te zoeken. Dat is de kracht van zoekintentie is natuurlijk super interessant, want dan weet je ook in welke fase van de funnel, van de journey ze zitten. En je kunt volgens mij heel mooi conversiegericht inzetten, maar ik zie ook best wel een mooie case voor merken. Want je hebt veel merken die bijvoorbeeld niet zelf verkopen, maar via dealers. Ja. En die dealers die adverteren dan namens dat merk op hele dure keywords. Maar als merk ga je dat niet doen, want ja, je hebt niet echt een conversie. Hooguit een showroombezoek aanvragen, maar je kunt niet die koop doen. Dus als je nou als merk dan zegt, ja, die dure keywords, die ga ik targeten in YouTube om mijn merkbeleving te vergroten. En zie ik daar wel mooie kansen. Ja. Moet je daar wel op YouTube zijn? Maar met een mooie branded video. Maar moet je daar zelf voor? Moet je doelgroep op YouTube? Ja, je doelgroep op YouTube zijn natuurlijk. Ja, maar vanzelfsprekend. Maar ja, heel zat. Zou je ook op concurrentie kunnen doen dan? Dat is ook leuk. In naam van je concurrenten wil je niet misschien in de zoekresultaten hebben staan, maar iemand die op je concurrent zoekt en later naar YouTube gaat, die ziet dan in één keer jouw uiting. Ja. Ja, wat dat betreft is het heel erg onder de radar. Ja, toevallig. Ja. Nou, mooie ontwikkeling. We gaan hem zeker in de gaten houden en ook natuurlijk gaan proberen. Hè? Ik neem aan dat we hem snel zelf ook ergens bij een account gaan toepassen. Ja, dat is wel interessant. Staat op de wenslijst. Ja. Tot zover het nieuws. Ja, één ding had ik eigenlijk nog willen benoemen over wat viel me op deze maand net. Maar dat ben ik vergeten. Mag ik dat nog even doen wat jullie betreft? Want ik wil het wel even met jullie bespreken. Nee. Ja, alsjeblieft, Niels. Oké. Okay. Want ik weet niet of jullie het gehoord hebben, maar John de Mol, die heeft heel wat overnames gedaan inmiddels. Hè. Bekende presentatoren heeft hij weggekaapt. Hij heeft het ANP heeft hij inmiddels overgenomen. Maar hij start nu met de Hollandse Spotify. Duke heet dat. En dat is een muziekstreamingsdienst die Talpa samen met Mediamarkt brengt. En het is echt de Nederlandse Spotify eigenlijk. Maar met Nederlandse muziek? Nee, of? Echt van alles. Dus je kunt allerlei. Ik heb hem ook zelf even gedownload. Het is wel direct betaald. Dus als je wilt proberen, dan kun je tot 30 seconden kun je muziek afluisteren. Maar wil je bij Spotify kreeg je reclame tussendoor. En kon je als betaald was, had je geen reclame meer. Bij Duke moet je gelijk voor 10 euro per maand, €9,99, krijg je onbeperkt toegang. En tot die tijd kun je tot 30 seconden luisteren van de muziek. Een database van ruim 50 miljoen liedjes. Hoeveel Spotify, weet je, in vergelijking? Nee, durf ik zo. Nee, dat is een goede, weet ik niet. Maar gigantisch volgens mij. Alles is bijna te vinden. Waarom zou je dan dit doen? Dat vroeg me dus ook af. Waarom ga je dus, terwijl Spotify zo'n succes is, waarom ga je dat doen? Dus ik dacht, ik moet hem gewoon ook even downloaden om te bekijken. Wat me opviel was dat dus de eerste rij tegels zijn allemaal radiostations. Je kunt hier dus via deze app digital radio luisteren. Dat is gewoon de 538 Sky Radio. Dat zijn allemaal de zenders waar Talpa. Ook als je niet betaalt kan dat. Ja, okay. Waar Talpa een onderdeel van heeft. Maar je kunt ook bijvoorbeeld kijken naar alle digitale zenders. Dus 538 non-stop, de top 40, de Hitzone. Al die merken waar Talpa een onderdeel van heeft. Dat je dus niet naar al die sites hoeft of al die keer een browser open moet hebben staan. Maar dat je op je mobiel via Duke dus al die zenders kunt beluisteren. Ja. Kans van slagen. Ja, er is in Nederland ook kennelijk een markt voor Videoland naast Netflix. Ja. Dus maar die bieden ook echt andere content, hè? En ik geloof niet dat je de mogelijkheid hebt om andere content dan Spotify te gaan bieden. Dat zou lastig zijn, want Spotify heeft qua muziek veel. En als het niet op Spotify staat, dan heeft het ook een reden dat het niet op Spotify staat qua rechten. Denk ik, ja. Het zal toch wel niet op Duke staan. Ja. Maar goed, volgens mij dat hele
alles wat John de Mol nu doet is een beetje afzetten tegen de Facebooks en de Netflix. En hij zegt, wij moeten als Nederland ook gezamenlijk een heel sterk mediaplatform bouwen. En dit past in die strategie natuurlijk perfect. Ja, en ik snap wel een stukje, als je heel erg gewend bent om naar de digitale radio te luisteren, dan ja, maar er zijn ook al andere apps voor, toch? Ja, misschien wel, maar combinatie met je eigen lijsten. Ik ben wel benieuwd wat voor verdienmodel die je dan hierachter ziet. Want als je direct moet betalen, dan kun je dus ook niet betalen om de advertenties weg te halen. Dus er komen geen advertenties of zijn er standaard advertenties? Nee, het idee is dat je waarschijnlijk meer kunt dan in Spotify, met name voor de Nederlandse markt, dus die radiostation. Duke overigens bestaat al sinds 2006. Dus die muziekstreamingdienst bestaat al een tijdje van, is opgezet door de Duitse winkelketen Mediamarkt dus. En nu willen ze hiermee naar Nederland halen. En, dat is nog even een teaser, want ze hebben voor 24 april een evenement aangekondigd. En de kans is groot, dat ze een product laten zien dat gaat concurreren met de Amazon's Echo, Google Home en de HomePod van Apple. Dat is Spotify. Spotify heeft op 24 april een evenement aangekondigd waar ik mee ga concurreren. Ik wou zeggen, dat zal een hele stap zijn van Talpa. Maar ja, er gebeurt wel wat. Maar ja, Talpa gaat het proberen. Toch wel stoer, hè? Ja. Zoveel initiatieven en ook al best wel veel wat gefaald is, hè, met die voetbalzender. En ik weet de namen niet meer, maar... Het is wel echt ondernemen. Hij blijft echt doorzetten. Hè? Verdient hij nou hier geld mee dan straks? Ja, dus je gaat alleen maar betaalde abonnees. Want dan kan je alle muziek luisteren. Nou, natuurlijk. Daar verdient hij dan ook naar. Ja, daar verdient hij. Je kunt alleen maar die app gebruiken als je tientje per maand betaalt. Ja, weer een tientje, hè? Je betaalt tientje hier, tientje daar. Ja. Maar mijn vraag is, zou je Spotify op willen zeggen hiervoor? Dat is natuurlijk de grote vraag. Maar... Ja, en als hij het goed doet, dan gaat hij zometeen natuurlijk alles combineren. Hè? Dan heeft hij de Netflix-concurrent, heeft hij een Spotify-concurrent, nieuws. Dus dan kan hij ook gewoon zeggen, geen tientje voor alles, maar 25 voor mijn hele pakket. Ja. Hij krijgt veel macht, maar ja, hij doet het wel steeds. Hij probeert het wel. Ja. Ik bedenk mij trouwens dat ik ook iemand ken hier uit het pittoreske Almelo die nou voor Duke werkt. Dat verbaast me. Misschien moeten we er eens uitnodigen. Ah, dat is een heel kan ze het zelf komen Hoezo? We kunnen daar toch niet adverteren? Kunnen we wat achtergronden horen over deze kunnen we meteen cursus. Daarvoor aan de tand voelen. Ja. Nou, wel interessant. Leuk om in ieder geval te volgen wat daar uit gaat komen. Dan nog een wat algemeen onderwerp wat ik met jullie wilde bespreken. Ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Want ik realiseerde me laatst in één keer, dat is voor ons vakgebied is dat misschien wel een belangrijk gegeven. Maar ik dacht in één keer, hoeveel reclame zie ik nog eigenlijk? Hè? Onder andere Duke, hè, wat een streamingdienst is. Maar Spotify, Netflix of Videoland, mijn eigen TV on demand. Hè? Ik spoel de reclames door. Ik luister in de auto veelal podcasts. Hoor ik ook geen reclame meer. Ik lees geen krant. Ik kom het werk bijna niet toe dan aan surfen. Of ik zit op Amerikaanse sites en dan zie ik alleen maar dat soort banners. Maar niks meer. Ik zie bijna geen merken meer. Maar als je er op zo'n manier over denkt, meer vraag gestuurd. He, dus als jij wat wil, dan ga je zoeken en dan zie je advertenties. Ja. Maar je wordt niet meer heel zichtbaar onbewust bereikt. En misschien is mijn leven extreem, hoor. Dankjewel. Maar ik dacht, gaat het wel? Bennenblindheid. Maar je bent een beetje een kluizenaar. Hè? Ja, dat klopt. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander nog genoeg advertenties en reclame ziet. Ik gebruik ook ik weet niet, in Facebook, ik zit bijna niet meer in Thailand. Ik zie daar geen uitingen meer, maar... Ik wel. En ik zie ook nog genoeg banners op websites waar ik kom. En mijn cookie is ook behoorlijk verpest, denk ik. Ik heb overal interesse in. Maar ik zie nog genoeg. Ik ben eerder, als je daarop doorgaat, bang dat je in een soort van bubbel komt. Omdat retargeting echt wel overal de toekomst is. Mm-hmm. Dat als je ergens een keer de eerste instantie hebt gezegd, ik hou van Frankrijk als vakantieland. Ja, dan moeten adverteerders echt creatief zijn of heel goed hun best doen om mij... soortgelijke vakantie, maar als ik dan op wintersport wil, dan zeg maar, hoe word ik dan getarget? Komt in een hokje. Niet alleen met retargeting, maar ik denk dat het sowieso tegenwoordig wel echt een issue is dat al die slimme algoritmes op basis van ons surfgedrag heel goed profielen van ons weten op te stellen en op basis daarvan advertenties tonen en als het niet nuttig is, niet. En dat je daardoor ook een soort bubbel krijgt. Dus dat je misschien inderdaad minder advertenties te zien krijgt. Het is mij niet opgevallen, maar dat ze wel meer afgestemd zijn op jouw surfgedrag. Ja, dat
wat voor bennis je ziet, dat kan dan ook weer je zelfgedrag beïnvloeden. Dus dat je wel dan onbewust inderdaad een soort bubbel krijgt. Ja, een soort van straatje wordt gedrukt. Hè? Maar dat is ook wat wij doen natuurlijk als marketeers. Ja. Customer journey. En zorgen dat mensen op de juiste momenten jouw boodschap zien. En niet die van een concurrent of van iemand anders. Maar goed, uiteindelijk is dat helemaal als je straks de normale tv helemaal weg is. En allemaal internet tv is. En alles is digitale radio. En alles kan op basis van cookie of IP of voorkeuren die je hebt. Ja, ja. Maar, wat dit betreft is die hele privacy discussie natuurlijk ook wel zinvol nu. Hè? Ja, zeker. Maar ik probeer me even een beetje in jullie leven te verplaatsen. Waar zien jullie nog, los van websites, reclame? Los van websites? Ja. Nou ja, pre-roll reclame op RTL XL. Ik kijk ook nog wel live tv. Oké. Dus dan zie je reclame. Ja. En jij, Wouter? Ja, YouTube-filmpjes met pre-roll en ook al tussendoor. Ik zit ook nog wel op Facebook, dus daar zie je van alles voorbij komen. Ja. Ik zie zelf natuurlijk heel veel AdWords-advertenties. Ja, heel verrassend. Ja, maar die zijn natuurlijk wel weer vraaggestuurd. Waar jij het over hebt, is met name de push-marketing. Ja, dus waar je gewoon echt iets opdringt aan iemand bij wijze van spreken. Ja, en ik zat zelfs nog verder te denken. Maar goed, misschien als ik jullie op luister, heb ik misschien wel weer zo'n rare brainwave gehad. Maar straks krijgen we met de met die auto's waar je gewoon instapt en die je van A naar B brengt. Dan zit je gewoon op je scherm te kijken of iets te doen daar. En dan zie je zelfs je out of home niet meer. Ik sluit niet uit dat we naar een scenario gaan waar we wel heel weinig touchpoints nog hebben. En dat alles een beetje vraag gestuurd wordt? Als vraag gestuurd en spraak gestuurd. We hebben het vorige keer over gehad weer, voice. Maar dat we veel minder die spontane beïnvloeding, die verleiding van iets tegenkomen, dat dat verdwijnt. Ik denk verdwijnt. Dat altijd blijft. Ja, dat blijft altijd. Maar ik denk dat die schaal heel erg gaat veranderen. Ja. Omdat we zoveel nu kunnen on-demand kunnen doen, wanneer we zelf willen, wat we willen, met of zonder reclame kunnen kiezen. Ja, maar ik denk dat dan eerder een trend wordt dat het native advertising wordt. Of gesponsorde programma's die je gaat kijken door iets waar jij in getriggerd bent of iets wat gerelateerd is aan wat je kijkt. Ja, en content wordt natuurlijk belangrijk, want dat hebben we het al heel vaak over gehad. Creativiteit. Ja. Ja. Ik zie jou heel hard denken, Wouter. Ja, over wat voor zieke geest ik heb. Maar ik denk dat... Kijk, wat voor bennis ik dan zoals als we specifiek jouw voorbeeld nemen, Jeroen, dan betaal jij overal natuurlijk dat tientje voor, hè, om geen reclame te zien, maar jij ook geen geld om iets te kopen. Nee, dat scheelt ook. Misschien daarom, je krijgt geen reclame te zien, maar je hebt toch geen geld meer. Je bent toch niet interessant. Ja. Nou, wat wel een leuke aanvulling daarop is, misschien is van Victor Mits, programma Mindfuck, waarin hij dus een opdracht geeft aan iemand die, ik weet niet meer wie, maar die moet een filmtitel maken en een acteur kiezen. En die moet een plant in de poster opnemen. Hè? Die moet een poster maken met dus een acteur, een titel, een plant. En hij kiest voor Barry Atsma en een bepaalde titel en een plant, een cactus. En Victor laat vervolgens zijn poster zien. Die heeft precies dezelfde elementen. En hoe kwam dat? Subliminale beïnvloeding. Ja, omdat deze persoon liep dus door de gangen van het theater. En onbewust stond er vier keer een cactus. Zag hij een paar keer die acteur op. Of zag hij nog niet eens. Hing die acteur gewoon op een aantal posters. Ja, maar zo'n case bestaat ook met supermarkten. Volgens mij heeft hij dat ook gedaan. Of een andere illusionist. Ja. Die dan zei, je moet 10 boodschappen meenemen. Maakt niet uit wat. Je moet 10 dingen kopen. En hij had voorspeld exact wat gekocht werd. En dan kwam dus puur door de opstelling van onbewust, hè? Dus dat is ook wat je zegt. Je ziet het niet bewust, maar toch wat je er al beïnvloedt. Als je drie keer sinaasappels ziet. Ja, dus dat realiseer ik me ook wel. Misschien zie ik het gewoon echt niet meer. Jij noemde het banner blindness, maar misschien zie ik ook gewoon het allemaal niet meer. Maar word ik wel onbewust op die manier beïnvloed? Maar dat is denk ik ook waarom dat wat je net aanhaalde, de formule van NRC, ook zo leuk is om te lezen. Waarom kijk jij nou bepaalde Netflix-series? En waarom? Hoe kunnen ze je nou de juiste dingen aanbevelen? Ja. En dat is een beetje onbewuste beïnvloeding, denk ik. Ja, en ook waar we mee begonnen. Onder water spelen er allemaal algoritmes wel een rol in wat we te zien krijgen. Dus we worden beïnvloed, maar misschien wordt het minder bewust. En ik zie ook allemaal op tafel merkjes staan inderdaad, die me allemaal nu onbewust aan het beïnvloeden zijn over wat ik in de supermarkt ga kopen. En het voorbeeld wat ik noemde van die supermarkt, waar ook mensen die dat deden, die zeiden, ik koop nooit aardbeien bijvoorbeeld. En hadden ze dat nu wel gedaan. En dus volgens mij kun je op die manier echt wel heel veel beïnvloeden. Oké, cool. En ik denk daarnaast, wat ik net zei, native content. Ja. Dat daar ook echt wel... Een zijstapje. Ik zag van de week ook iets voorbij komen van een artificial... een AR-campagne. Dat je door een supermarkt kunt lopen met zo'n bril op je hoofd. Je bent even aanwijzen waar het staat. Hè? Ja, mooie toepassing. Ja. Oké, maar in ieder geval de angst die ik heb, die hebben jullie niet zo... Waarom is het een angst? Nou, ik dacht wel van... Het vak marketing verandert. Heel sterk. Ja. Ja.
Maar wel op, ik vind het wel op een leuke manier. Ja, waarom denk je dat nou al die influencers zo groot zijn? Dat is gewoon gesponsorde content. Ja. Dus we moeten gewoon met z'n allen creatiever kijken naar marketing en de traditionele marketing van maar banners en advertenties. Ja, en maar zorgen dat je 10 impressies hebt bij iemand en dan is het wel goed. Maar dat is niet dat meer. Is niet meer. Nee. Oké, volgens mij zijn we er doorheen. Dank jullie wel, Wouter. Leuk dat jij een keer achter de microfoon zat. Ja, leuk. Niels, uiteraard weer bedankt. Verheug me weer op de volgende, aflevering 14. En wil je weten wat we daar gaan bespreken en wil je me vooral niet missen, dan abonneer je op onze podcast. In je podcast-app kan dat. Moet je even zoeken op Digital Brains of op AdWise. Of via SoundCloud uiteraard. En de show notes van deze aflevering zijn terug te vinden op advice.nl/podcast13. En wij gaan ons voorbereiden voor podcast 14. Heel graag tot de volgende aflevering.